Het bureau Gender-aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken is vandaag gestart met een vierdaagse workshop. Het thema is Gender in Engagement vanuit het perspectief van inheemse en tribale volkeren. De workshop wordt in samenwerking met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname en Campos gehouden. De vertegenwoordigers van de organisaties gaven een overzicht van de status van inheemse en tribale vrouwen in de diverse sectoren. Kala Matsian, medewerker van FITS en coördinator van het Indigenous Navigator project, vertelt meer hierover. Indigenous Navigator is een wereldwijd initiatief. Het is inderdaad net alsof ik me verschuil. Laptop. Het is een raamwerk eigenlijk en een set van hulpmiddelen voor inheemse volken om de mate van erkenning en implementatie van hun rechten systematisch te monitoren. Dit is een dataportaal waarin dus gegevens staan die de inheemse volken zelf hebben verzameld. En behalve dat er gegevens zijn, zijn er ook tools en hulpmiddelen voor iedereen, voor elke organisatie die met inheemse volken werken. Om daar... Sharon Sarijan Chokro van het bureau Gender-aangelegenheden vertelt over de projecten waaraan het ministerie de komende tijd aandacht zal besteden. Het Engender-project, ik moet hierover iets vertellen. Op 13 augustus is het projectdocument Engender ondertekend door de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met UNDP Suriname. En het project wordt gefinancierd door Global Affairs Canada en de UK Department for International Development. In Suriname is UNDP verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. En gezien de projectbenadering, gelet op de projectbenadering, heeft UNDP Suriname daarom ook voorgesteld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het bureau Gender-aangelegenheden onder valt, de aansturing gaat doen en de functie van Government Coordinating Focal Point zal uitoefenen. Tot zover Sharon Sarijan Chokro van het bureau Gender-aangelegenheden vandaag bij de start van een vierdaagse gendercursus voor inheemse en tribale volken. De workshop wordt gehouden in het Marriott Hotel.